A'udhu billahi min ash-shaytan al-la'in al-rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ik begin zoals altijd in de naam van Allah subhanahu wa ta'ala, onze schepper, die ons gemaakt heeft. Walhamdulillahi rabbil alameen, en alle lof en dank gaat uit naar Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa habibi ilaha al-alameen. En alle vrede, gebeden en zegeningen gaan uit naar de laatste van de boodschappers en profeten, habibi ilaha al-alameen, Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin. En alle vrede, gebeden en zegeningen gaan natuurlijk ook altijd uit naar de familieleden van de profeet die Allah subhanahu wa ta'ala heeft gekozen en gezuiverd. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam kitabihi al-karim wa qawluhu al-haq wa huwa asdaqu as-sadiqin. We beginnen met een vers uit de Heilige Koran. Natuurlijk een belangrijk boek waarbij veel wijsheid uithalen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat al-Ahzab, hoofdstuk 33 in de Koran, vers 21, het volgende. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآلي محمد. اللهم صل على محمد وآلي محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Ik groet jullie allemaal met de islamitische groet. En vandaag komen we natuurlijk bijeen om de laatste van de boodschappers en profeten die Allah subhanahu wa ta'ala heeft gestuurd naar de mensheid te herdenken. Allah subhanahu wa ta'ala heeft het universum gemaakt. En in het universum hebben we verschillende heelallen. En in die heelallen hebben we verschillende sterrenstelsels. En in die sterrenstelsels, hoe groot de wereld is, in die sterrenstelsels hebben we een zonnestelsel. Dat om de zon draait. Daarin hebben we verschillende planeten. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de aarde gemaakt voor de mensen om op te leven. Het is tot dusver, we weten, het enige planeet waar de mensen kunnen leven. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, de leider gemaakt van deze hele koon, van deze hele universum. Wij beginnen met het vers, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah subhanahu wa ta'ala spreekt de mensen aan en de gelovigen en de moslims. Hij zegt, Rasulullah, deze man, waar wij vandaag komen om zijn overlijden en martelaarschap te herdenken. Deze man is een perfecte voorbeeld voor jullie. Hij is een uitmuntende rolmodel voor jullie. Dus hem moeten jullie volgen. Allah subhanahu wa ta'ala bevestigt dit ook in de meerdere Koranversen waar wij zo meteen komen. Hij zegt, ik heb deze man voor jullie als een kompas gemaakt en een navigatie. Wij weten, heel vaak gebruiken wij Google Maps als wij ergens heen willen gaan, toch? In de islam hebben wij de Koran en Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, en natuurlijk de Ahlul Bayt, als wij willen weten wat wij moeten doen. De islam heeft voor alle situaties een antwoord. Dus als jij bijvoorbeeld iets wilt leren, dan ga je naar een bepaald boek om dat te checken, toch? In de islam hebben we de Koran, we hebben de profeet, we hebben zijn sira, we hebben zijn sunnah, we hebben de Ahlul Bayt, om te weten hoe wij moeten leven. Of je nou de baas bent van de grootste bedrijf op aarde, Amazon, heb je misschien heel veel geld. Dat is een ibtila, dat is een beproeving. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, als je naar mij luistert, dan zeg ik tegen jou hoe je met deze geld om moet gaan. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook, al ben je de armste mens op aarde, dan kan jij nog steeds de beste moslim zijn. De meest dichte bij Allah subhanahu wa ta'ala. Als je kijkt naar de profeet. Al ben je een student en je bent bezig met je tentamens, nu weer school begonnen. Hoe gaan we daarmee om? We kijken naar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Omdat hij een uswa is, een rolmodel voor ons. Al ben je jong, je hebt veel tijd en energie. Misschien ga je niet goed op in die tijd. Je zit te veel op TikTok, je sport niet genoeg. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, kijk naar de profeet toen hij jong was. En hoe hij omging met zijn tijd. Misschien word je ouder, je wordt een puber, je hebt hormonen, je hebt hobby's. Misschien niet de beste hobby's. We kijken naar de profeet. Wat deed hij toen hij jong was? Had hij een bijbaantje? Hoe ging hij om met de ouderen in zijn gemeenschap? Tot dat je later ouder wordt, getrouwd bent en als man en vrouw wilt weten hoe je in een relatie om moet gaan met elkaar. Daar zegt Allah subhanahu wa ta'ala via de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook hoe we met elkaar om moeten gaan. En in de Koran beschrijft Allah subhanahu wa ta'ala de profeet als volgt. Hij zegt, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hij zegt, o moslims, de profeet heb ik gestuurd als een rahma voor de gehele mensheid. Niet lil muslimin, voor de alamin. Ik heb de profeet als een barmhartigheid gemaakt.
Dus als wij willen weten hoe de profeet was, denken we, hoe kan je op de beste manier met iets omgaan? Allah subhanahu wa ta'ala gaat verder en hij zegt, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hij beschrijft nogmaals de positie van de profeet. Hij zegt, o profeet, de positie van jou is op de hoogste van de gehele aarde. Niemand is zo hoog in akhlaq en in het doen van bepaalde zaken als de profeet. En de profeet bevestigt dat ook. Hij zegt in een hadith, hij zegt, innama bu'ithu li'utammima makarim al-akhlaq. Hij zegt, ik ben gezonden door Allah subhanahu wa ta'ala om de totale pakket, de totale installatie van akhlaq, hoe we met elkaar omgaan, te voltooien. Sommigen zeggen, Seyd, wat is makarim al-akhlaq? Makarim al-akhlaq is de hoogste vorm van akhlaq, waarbij je niet alleen goed met iemand omgaat omdat hij jouw vriend is. Nee, je zegt salaam tegen iemand die nooit salaam tegen jou zou zeggen. Je accepteert de vergiffenis van iemand voordat hij sorry tegen jou heeft gezegd. Dat was de positie van Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Maar we gaan terug naar het vers die ik van Surat al-Ahzab heb gereciteerd. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. De profeet is voor jullie een goede voorbeeld. Je zou zeggen, Sayyid, dankjewel, Ashtidek. Bedankt, simpele lezing, stop maar. Nee, ik ga nog iets verder. Want vandaag gaan we de tafsir van dit vers behandelen. Allah subhanahu wa ta'ala stopt niet daarbij. Hij gaat verder. Hij benoemt drie eigenschappen die een moslim moet hebben als hij de profeet wilt volgen. Wij kunnen allemaal zogenaamd de profeet volgen. Maar we hebben eerst bepaalde eigenschappen nodig om hem daadwerkelijk te volgen. Het eerste is liman kana yarjullah. Het tweede is wal yawm al-akhira. En het derde is wa dhakra Allah kathira. Deze eigenschappen moeten wij hebben als wij de profeet goed willen volgen. We beginnen met de eerste. Ik heb maar 15, 20 minuten gekregen van Haji Faris, dus ik probeer het samen te vatten. Het eerste zegt Allah subhanahu wa ta'ala, een goede moslim die de profeet wilt volgen moet zijn raja bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dat betekent, hij moet hopen om Allah subhanahu wa ta'ala zijn barmhartigheid te zien. Of hij moet zijn hoop op Allah subhanahu wa ta'ala zetten. Wat betekent dat? We hebben een belangrijke iets in de islam dat je moet kennen als moslim. En als mu'min, als gelovige. Dat heet husn al-dhan. Husn al-dhan houdt in dat jij positief denkt over jouw toekomst, ook al zit je in een moeilijke situatie. Stel je voor, je bent ongelukkig. Misschien ben je depressief. Misschien heb je je tentamen niet gehaald. Misschien hebben jouw ouders ruzie. Misschien heb je een droom die maar niet uitkomt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, je moet husn al-dhan hebben. Een van de eigenschappen van het volgen van de profeet is dat je positief moet zijn over de toekomst, omdat je moet geloven dat Allah subhanahu wa ta'ala de kracht heeft om jouw situatie te veranderen. En dat hij dat ook gaat doen. Het is imam al-Raza alayhi salam, die we ook herdenken om deze tijden, onze achtste imam, die zegt, ahsin al-dhanna billah. Hij zegt, zorg ervoor dat jouw hoop op Allah subhanahu wa ta'ala altijd goed is. Waarom? Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen ons als moslims het volgende. Interessant. Hij zegt, ana inda husna dhanni 'abdi bi. Wat betekent dat? Allah subhanahu wa ta'ala zegt, als de moslim positief denkt over mij, de schepper, dan zal ik positief denken over hem. Ajib. Dus los van jouw daden of wat dan ook. Het feit dat jij denkt, Allah subhanahu wa ta'ala is mijn schepper. Hij is Rahman al-Rahim. Hij gaat mij het beste geven. Positief denken over zijn kracht. Dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt, als jij positief denkt over mij, zal ik positief denken over jou. Een krachtige effect, toch? Dus als jij een volger wilt zijn van de profeet, moet jij positief ingesteld zijn. Niet su'udhan. Je hebt soms mensen in de gemeenschap of thuis, als je soms met je ouders praat, of bepaalde negatieve mensen die zeggen, wallah mumkin, en wa idha bis mustaqbali, wa idha atkharaj, en mumkin u ba'din, wa sa'b al umur. Nee, dat is su'udhan. Je moet husn al-dhan hebben, je moet positief denken. Je zegt, nee, inshallah komt het goed. Allah subhanahu wa ta'ala gaat mij situatie verbeteren. Hij gaat ervoor zorgen dat ik het wel zal slagen. Hij zal mij later wel een bepaalde amwaal geven. Of najah bid dunya wal akh. Dus je moet positief denken. Stel je voor dat je bijvoorbeeld in een slechte situatie denkt. Ik zou jou adviseren, habibi, doe dua. Maar jij zegt, shunu al-fa'idat ad-dua? Yani shunu Allah subhanahu wa ta'ala hayastajib du'a'i? Dat is verkeerd.
Wij als gelovigen, als volgers van de profeet, moeten positief denken. Dit is een super belangrijke eigenschap die Allah subhanahu wa ta'ala benoemt in de Koran. Als een van de drie eigenschappen, als wij zeggen: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهِ. Die zin heeft om Allah subhanahu wa ta'ala niet fysiek te zien, maar hem ontmoeten in zijn barmhartigheid. We gaan verder. En als mensen zeggen: maar Sayyidina, ik doe zoveel dua. Allah subhanahu wa ta'ala heeft een wa'd in de Koran afgesloten met ons. Hij zegt: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَقَالَ رَبُّكُمْ اِدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Hij heeft gezegd: als jij dua doet, zal ik het uitkomen. Sayyidina, ik doe dua, ik wil een Tesla, ik wil 100 miljoen euro. Ik wil die vrije tap hebben van, niet Ronaldo, want die is niet echt, sorry voor de fanboys, die is niet echt goed in vrije tappen tegenwoordig. Ja, en vroeger had het Juninho, of ja, ik ben zelf van Messi. Ik wil goede voetballer zijn. Allah subhanahu wa ta'ala geeft dat niet, Sayyidina. Jij zegt: Allah is de jibbe dua, best. Hij laat mij dua niet uitkomen. Maar hier komt een belangrijke aspect in de islam waar jullie even moeten opletten. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: ik laat misschien niet hetgeen wat jij wilt uit laten komen, maar ik laat wel hetgeen uitkomen wat goed voor jou is. Goed op welke manier? Goed op een manier, want wat is het doel van dat wij op deze aarde zijn? Allah subhanahu wa ta'ala wil onze ziel beproeven. Hij wil kijken wie van ons de beste daden verricht. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al-Mulk: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dit is de beproeving die Allah subhanahu wa ta'ala. En soms denken wij dat wij een dua doen voor iets wat goed voor ons is, toch? Maar uiteindelijk gebeurt iets anders. En dan zeggen we: subhanallah, dit is goed dat het gebeurt. Want ik heb heel veel geleerd hierdoor. Allah subhanahu wa ta'ala benoemt dit ook in de Koran. Hij zegt: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Misschien haten jullie iets terwijl het goed voor jullie is. En hij draait dit ook om. Hij zegt: وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا. Misschien doen jullie dua voor iets wat jullie denken dat goed voor jullie is, maar het is slecht voor jullie. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah weet het beste en jullie weten dat niet. Dus dit is ook een aspect dat wij moeten kennen. Als wij soms dua doen en het komt niet uit, Allah subhanahu wa ta'ala heeft een plan. Zoals een bekende artiest blijkbaar ooit heeft gezegd: follow God's plan. Volg het plan die Allah subhanahu wa ta'ala voor jou heeft gemaakt. We gaan verder. Dit is het eerste eigenschap. En wat ik zeg, ik heb niet heel veel tijd. Maar we blijven bij liman kana yarjullah. We zeggen, een van de eigenschappen van iemand die de profeet wilt volgen is dat hij positief moet denken. Toch? In elke situatie. Dat je jouw hoop op Allah subhanahu wa ta'ala vestigt. Het tweede hierin, en dat zeg ik ook altijd tegen de young boys. Ik zeg, je moet altijd op twee manieren denken. Ten eerste moet je kritisch zijn op jezelf. Wat betekent dat? Je moet kijken elke dag naar wat jij doet. Ja, en jullie zijn, de meeste van jullie, sommigen niet, sommigen wel, of de oude broeders daarachter, die zijn volwassen. Die zijn balig. Dat betekent dat zij verplichtingen hebben. Met ik daar baad goel, melazim asalli, baad ik zreer. Nee, zal je het balig baad. Je bent een bepaalde leeftijd, dat je puberteit hebt bereikt. Er zijn bepaalde verplichtingen. Je kan niet zeggen, rahmatullah. Nee, maak rahmatullah. Je moet bidden. Je moet 5 keer per dag bidden. Je moet vasten. Je mag niet naar haram visas. Je mag niet jonko's draaien. Je mag niet andere slechte muziek luisteren. Dat soort aspecten, toch? Je moet kritisch zijn op jezelf. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, hij zegt: hasibu anfusakum qablu an tuhasib. Voordat jij gaat slapen, beoordeel jij jouzelf voordat je wordt beoordeeld door Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook in surat al-Hashr, bismillah ar-Rahman ar-Rahim: ya ayyuhal ladhina amanu, taqullah, wal tamdhur nafsun ma qaddamat lighad. Je moet taqwa hebben voor Allah subhanahu wa ta'ala. Je moet aan Allah subhanahu wa ta'ala denken en jezelf afvragen: wat heb ik gedaan aan goedheid in deze wereld? Dat zal blijven in dit hiernamaals. Dus kritisch zijn op jezelf, beste boys. Aan de andere kant zeg ik ook altijd: je moet liefde hebben voor jezelf. Je moet jezelf vergeten. Je moet jezelf vergeven. Niet vergeten. Je moet jezelf vergeven. Stel je voor, je hebt ooit een fout gemaakt. Dat doen we allemaal. Ik maak ook fouten. Moet je kritisch zijn op jezelf en ik ben een slecht persoon? Nee. Je moet zeggen: inshallah khair. Je moet zeggen: ik ga het niet meer doen. Niet denken: ghalas ba'adu, maha salli, maha som, shunun fa'ida, dan heb je het. Nee. Je hebt een zonde gedaan. Kan gebeuren. Inshallah doe je het niet meer. Je doet istighfar.
Misschien heb je de hele dag niet gebeden. Je moet wakker worden in de nacht om jouw gebeden op te halen. Allah subhanahu wa ta'ala gaat jou vergeven. Waarom? Liman kana yarju Allah. En Allah subhanahu wa ta'ala benoemt het ook in de Koran. Hij zegt, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu. Taqullah, dat heb ik net benoemd. Hij zegt, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Let op dit, want ik sluit zo meteen af. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, o mensen die veel zonden hebben gepleegd. Doen we allemaal wel eens, toch? We zijn geen perfecte mensen. La taqnatu min rahmatillah. Wanhoop niet aan de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Denk nooit dat Allah subhanahu wa ta'ala jou nooit zal vergeven. Allah subhanahu wa ta'ala vergeeft alle zonden. Als jij met een qalb salim, met een goede, vredige hart naar Allah subhanahu wa ta'ala toe gaat in jouw sajda, zegt ja Allah, ighfirli, Allah subhanahu wa ta'ala gaat jou vergeven. Denk niet dat Allah iemand is die boos is op jou en jou alleen maar wil straffen. Nee, Allah subhanahu wa ta'ala houdt van jou. Hij houdt van jullie allemaal. Hij weet wat er in jullie hart is en hij wil jullie vergeven. Hij zegt alleen, kom naar de plek om te bidden. Vraag istighfar aan jouw moeder als je haar pijn hebt gedaan. Aan jouw vader, aan jouw vrienden, aan jouw familieleden. Dus Allah subhanahu wa ta'ala wil van ons dat wij positief zijn. Wat ik zeg, ik heb helaas niet heel veel tijd gekregen van Hajj Faris, dus ik moet ook afsluiten. Het tweede aspect is laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir. En iemand die zin heeft in yawm al qiyamah. Ik heb geen tijd, dus ik moet afsluiten. Het derde is wa dhakara Allah kathiran. Iemand die Allah subhanahu wa ta'ala, 5 minuten. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Kijk, Hajji Faris is rahim voor mij. Hij is barmhartig voor mij. Hij gunt mij nog 5 minuten. Hij is een gunner. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, er is een derde eigenschap. Let jullie nog op? Ja? Er is een derde eigenschap die je moet hebben als moslim om de profeet te willen volgen. Dhakar Allah kathir. Iemand die Allah subhanahu wa ta'ala continu herdenkt. Maar het is niet alleen in jouw mond. Dhikrullah is niet slechts een verbale mondelinge herinnering. Yalla, subhanallah, yalla, ik ben een volk. Nee. Het is niet alleen mondeling. Het moet een praktische aspect hebben. Wat betekent dat? Dat betekent, beste broeders en zusters die meeluisteren, dat als wij bijvoorbeeld kijken naar het gebed. Want sommige geleerden zeggen in de tafsir dat wa dhikrullah kathira betekent dat je onder andere jouw 5 verplichte gebeden moet doen. En sommigen zeggen ook, oké, ik heb mijn gebeden gedaan, yalla khalas. Er is een bepaalde alim die heeft ooit gezegd, het gebed, let even op, het gebed start pas wanneer het eindigt. Dus wat betekent dat? Dat betekent dat ik kan zien aan jou hoe goed jij hebt gebeden als ik kijk naar jouw daden daarna. Stel je voor, ik heb heel goed gebeden, maar daarna ga ik liegen. Heb ik dan echt goed gebeden of niet? Nee, toch? Ik heb dhikrullah gedaan, zogenaamd, toch? Zeg maar, zoals jullie zeggen, toch? Ik heb dhikrullah gedaan, maar daarna heeft het geen praktische aspect gehad. Dus het is niet echte dhikrullah. Dus wij zeggen in het Arabisch, ennahu dhikrullahi huwa dhikru fil qalbi wal amal, wa laysa fil lisani faqat. Dus niet alleen met jouw tong, maar je moet Allah subhanahu wa ta'ala herdenken en daadwerkelijk wat doen. Dus jouw gebed start wanneer het eindigt. Dan pas kan je zien of jouw gebed effect heeft gehad. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al-Ankabut het volgende. Een van de laatste versen. Dus let nog even op. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Hij belooft aan ons, als jij jouw gebeden goed doet, dan zal jij daarna geen zonden meer vechten. Mensen komen weer naar mij toe. Sayyidna, ik heb gebeden, maar ik lieg nog steeds. Ik ga nog steeds naar visa's. Ik weet niet waarom. Ik kijk bepaalde haram video's. En dit is belangrijk, hè. Sommige mensen doen dat. Of ze doen op Bet City nog steeds gokken dat Mbappé 3 keer scoort en ze verliezen nog steeds. Sayyidna, Allah zegt in de salat al fahsha'i munkar, maar ik ben nog steeds iemand die zonde verricht. Hoe komt dat? Omdat je niet met goede aandacht jouw gebeden doet. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah bil-amin. Bismillah. Khalas. Dit is niet het gebed. Je hebt dhikrullah gedaan met jouw tong, maar niet met amel. Je moet met focus aanwezig zijn. Als jij jouw gebed wilt verrichten, moet jij je warming up doen. Je moet wudu doen.
Lees even de Koran. Als je klaar bent, doe tasbih, doe een dua. En dan ga je zien dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Dan ga je slagen. Als jij met aandacht bent. Dus beste broeders en zusters die meeluisteren, we hebben gezegd, wij willen de profeet volgen, want hij heeft perfecte kwaliteiten om te volgen in alle aspecten. Als jij wilt voetballen, denk ook aan de profeet, want hij legt uit, als jij die kans mist, dat je niet moet gaan vloeken. En als wij de profeet willen volgen, moeten wij ons aan drie eigenschappen houden. Ten eerste is, liman kana yarjullah, positief denken over Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala gaat jou vergeven, inshallah. Wal yawm al-akhir. En zin hebben in de dag des oordeels. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. En altijd denken aan Allah subhanahu wa ta'ala. En daadwerkelijk het goede doen in het leven. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِلَى أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَمَنْ مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ نَهْدِي ثَوَابَ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ مَسْبُوقَةً بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. اللهم صل على محمد وآل محمد.